Welkom. Aan tafel zit Bram Tak, jarenlang dominee van de Emmausgemeente in Bodegraven. Door een verschil van inzicht, intern gesproken, legde jij op 1 september 2021 noodgedwongen je werk neer. En dat was een half jaar voordat je met emeritaat het pensioen van de dominee zou gaan. En dat leidde tot heel veel onrust in de gemeente. Bram, het is een lastige materie, maar samengevat komt erop neer dat er een werkprobleem was binnen het professionele team van de Emmausgemeente. Daarover bracht het regiobestuur van PKN, de overkoepelende kerk, een rapport uit. Dat kwam in de zomer van 2022 uit. En dat viel negatief uit voor beide dominees. En dat nieuws, die conclusie, schokte niet alleen de gemeenteleden, maar ook jou als mens. Want jij werd door de uitkomst verrast. Bovendien kwam dat rapport al heel vroeg in de openbaarheid. Een lange inleiding, maar het is ook een ingewikkeld conflict. Of conflict zouden we niet gebruiken, verschil van inzicht. Maar hoe kwam dat bij jou over dat dat rapport naar buiten kwam, zonder overleg met jou? Nou, vooral dat laatste heb ik heel pijnlijk gevonden. Kijk, als er iets niet goed gaat in de werksfeer, en als het aan mij betreft, dan verwacht ik dat de kerk zegt, Bram, is dat commentaar terecht? Van wie komt dat en waarom? En daarnaast, wat gaan we doen om dat weer recht te zetten? Gaan we andere werkafspraken maken? Ga je anders of beter je werk doen? Dat allemaal was niet aan de orde. Iets wat in een normaal conflict, een normaal verschil van inzicht, ga je eerst praten met elkaar. En dat is met mij niet gebeurd. En aan wie wijt je dat? Nou, dat wijt ik vooral aan de professionals van de kerk. Van de regio in dit geval? Ja, die zich hiermee bezig hebben gehouden. Ja, en kijk je dan ook naar je eigen gemeente? Voelde jij je in de steek gelaten? Nou, er was commentaar op mij, dat vind ik niet erg. Want je bent een mens en mensen maken fouten, hè? En ik ben een dominee, ik kan niet voor iedereen de ideale dominee zijn. Dat hoef je ook niet. Nee. En we maken fouten, ons zondebesef is sterk als protestanten. Wij zondigen. Voor mij heeft ieder mens dat zondebesef. Wij zondigen in gedachten, woorden en daden. Ja, voor de meeste van onze gemeenteleden geldt dat niet hoor, maar het geldt wel voor mij. Ja, okay. Jij beseft dat. Ik besef dat, zeker. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Het gaat erover, als er iets met mijn werk niet zou deugen, dat de kerk dan eerst met mij overlegt. Ja. En wat mij heel erg dwars zit, is dat onze kerkenraad elk jaar mij een compliment heeft gegeven. En dat de kerkleiding mij dan in één keer laat vallen. Ja. Ik vind dat niet kan. Eigenlijk kun je zeggen, in de beoordeling zoals iedere werknemer die krijgt, had jij allemaal plusjes. Ja. En ineens werd dat een min. Ja. Dat werd zo in één keer over. Dat moet vervelend zijn. Ja, en een min in één keer gebruikte de kerk het zwaarste middel dat zij heeft. En dat was? Nou, mijn publiek laten vallen. Ja. En dan sta je alleen? Of krijg je dan wel mensen om je heen die je dan alsnog de helpende hand toesteken? Allebei. Ik heb me daar eenzaam in gevoeld. Tegelijkertijd, er is vanuit onze gemeente vanaf het eerste begin veel verzet geweest. En er zijn veel protestbrieven geschreven. En daar voelde jij je door gesterkt? Natuurlijk. Dat is vervelend, want het is een negatief conflict. Maar je bent wel blij dat mensen achter je staan. Natuurlijk. Ja. Vervolgens ben je vertrokken. Dat heeft nog even geduurd. Maar je bent in 2021 vertrokken. Zonder afscheid. Hoe is dat? Want hoe lang heb je eigenlijk in Bodegraven gediend? Ik heb in Bodegraven 16 jaar. Heb ik mijn werk goed in goede orde kunnen doen. Ja. Het laatste jaar, sinds dat rapport. Ik heb dan nog wel een jaar daarna gewerkt. Maar dat tel ik eigenlijk niet meer mee. Want dan ben je zo aangeschoten wild. En er was zoveel stuk. Dus ik heb 17 jaar gewerkt, maar ik tel er maar 16. Ja. Dan ga je weg zonder afscheid nemen. Dat lijkt mij niet heel erg leuk. Nee, dat is niet goed. Want mijn vertrek vanuit Emmaus is tegelijk mijn emeritaat, mijn pensioen. Ja. En het is heel naar om je loopbaan op zo'n negatieve manier af te sluiten. Ja. En zo stond het er vorige zomer dus bij.
Ja. Wat betekent dat dan voor je gezin? Ja. Want ik neem aan dat je echtgenote ook heel erg betrokken is. Dat kan niet anders als je zo lang in een gemeente werkt. Ja, ja, voor ons gezin en dan denk ik ook aan onze kinderen en kleinkinderen die hier in Bodegraven wonen, is dat allemaal heel, heel, heel naar geweest. En we hebben het allemaal ons erg, erg aangetrokken. Verdrietig. Ja, heel verdrietig. Dat klopt. Ik denk dat dat het juiste woord is. Verdrietig is een naar iets om mee te nemen, maar het lijkt erop dat de tijd keert. Ik heb jullie kerkenblad, mag ik dat zo noemen, gelezen en daarin wordt zelfs in het openbaar excuses aangeboden aan jou. Er wordt gezegd dat de gang van zaken verkeerd is geweest en jij wordt ook persoonlijk eigenlijk weer, ja, je wordt in ere hersteld, zou je bijna mogen zeggen. Hoe ervaar je dat? Nou, daar ben ik bijzonder dankbaar voor. En als ik het goed zie, is de beweging dus begonnen bij onze leden, die toch wel vrij massaal zich hier tegen hebben uitgesproken op allerlei manieren. Met brieven, met telefoontjes, zelfs mensen hebben taken neergelegd, er zijn een paar mensen zelfs uitgeschreven. Het gaat wel diep, hè? Het gaat heel diep. Ja. En we hebben het hier over de kerk, hè? Die zou moeten verbinden. Ja, we hebben het over de kerk, die vind ik in dit soort opzichten zorgvuldiger zou moeten zijn dan de wereld. Ja. Maar waar er in alle cao's afspraken en procedures zijn, heeft de kerk gewoon niets. En ben je overgeleverd aan de willekeur. Ja. Dat zit me erg dwars. Ja. Maar onze leden hebben begrepen, ja, zo kan het niet. En de kerkraad is dit gevolgd. En de kerkraad, je citeert dat terecht, biedt nu excuses aan. En dat doet ze ook publiek. Ja, en, dat is ook nogal wat, hè? Dat is heel wat. Ja. En ik ben de kerkraad, onder leiding van Koos Karsen, daar bijzonder dankbaar voor. Ja, heb je het gevoel dat dat eerherstel jou ook persoonlijk weer kracht geeft, weer levensvreugde? Ja, want publiek door je eigen instituut, als die je laat vallen, dan is er iets aan de hand in het openbaar. En ik fietste dus niet meer vrijmoedig door ons dorp. Ja, je voelde je schuldig, je voelde je slachtoffer, hoe moet ik dat zien? Nou, ik voelde me, misschien is besmet wel het meest treffende, het woord wat het meest omschrijft. En ik heb me ook in het publieke domein van onze gemeente bewogen. Ik heb op het sociale domein veel gedaan. Ik heb onze gemeente heel vaak vertegenwoordigd in de pers. Dus ik was extra kwetsbaar. Ja. En daarom raakte het me extra dat de kerk mijn publiek liet vallen. En daarom doet het me ook buitengewoon goed dat de kerkraad nu deze stap zet. Ja, want er is zelfs nog een volgende stap gezet. Je krijgt een officieel afscheid. Je gaat binnenkort dienst in een ochtenddienst, moet ik zeggen. Voor in een ochtenddienst. Ja. 20 maart. Wat betekent dat voor je om weer op die kansel te staan waar je al heel vaak gestaan hebt? Maar nu sta je met een heel ander gevoel waarschijnlijk. Ja. Ja, wat het precies gaat betekenen, dat gaat natuurlijk op die morgen blijken. Maar ik moet zeggen, ik moest er over een hobbel heen, want ik had er niet meer op gerekend. Nee. Maar het is voor iedereen is het beter. Dat is een rationele overweging, dat weet je hier met je hoofd. En voor iedereen bedoel je alle leden van de kerk? Ja, het is voor Emmaus beter, het is voor Bodegraven beter. Het is voor mijzelf en ons gezin veel beter dat echte afscheid er gaat komen. En nu, ik weet het nu al een paar weken. Nu komt het ook vanuit de rationele overweging, komt het ook een beetje hier in mijn hart. En begin ik er naartoe te leven. Dus dat is wat er met me gebeurt. En we gaan daar een mooie morgen van maken. Zij het, dat ook dan zal wel aan de orde komen dat alle pijn en alle narigheid is nog niet over, het is nog niet weg. Maar Emmaus maakt nu wel samen met mij een keer. In coronatermen. De grafiek gaat naar beneden. Ja, het lange, de neerdalende been moet je zeggen dan, hè? Ja, eigenlijk moet ik zeggen, nee, wij gaan nu vanuit, we gingen heel lang gingen we neerdalen en nu komt het. Oké, je beschouwt hem andersom. Ja. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. En zo zie ik dat afscheid. Heel veel leden van onze gemeente hebben zich dit ook erg aangetrokken. Dus ook met hen moeten er nog wel dingen uitgepraat worden. Maar die keer, die maken. Maar Bram, soms is het heel belangrijk om dingen af te sluiten.
en je eigen leven weer op te pakken in de positieve zin. Jou wacht nog een aantal mooie jaren. Kun je dat ook na die 20e maart? Want je zegt net nog, ik moet nog dingen uitpraten. Maar heeft dat nog nut? Nou, ik moet dingen uit, er moeten in Emma's nog dingen uitgepraat en opgepakt en rechtgezet. Kan ik positief verder? Ja, dat kan ik, dat wil ik. Dat ga blijf ik je lid van de kerk? Ja, ik blijf lid van de kerk. Van deze gemeenschap ook? Nou ja, daarover hebben Arjen en ik stappen gezet die ik liever onder ons wil houden. Ja. Maar ik blijf lid van de kerk en ik blijf preken. Heel vaak op zondagmorgen ga ik voor, ook in andere gemeenten. Juist in andere gemeenten of ook in Bodegraven? Nou, tijdelijk nu minder in Bodegraven. Maar ik ben dominee in hart en nieren. Het evangelie van Christus is me zeer lief. En dat predikt liefde en vergiffenis, ja, hè? Zegt de man met dit vingertje. Ja, klopt, en ja. die weg die gaan we. Maar het is een weg met vallen en opstaan. Ja, het is moeilijk, hè? Dat inderdaad, als het je zo persoonlijk nabij komt en als het al zo diep is, dan is dat geen eenvoudige opgave. Begrijp je nu ook andere mensen meer die in vergelijkbare situaties hebben gezeten? Want het is vaak heel moeilijk om een ander te begrijpen. De pijn van de ander zien we niet altijd. Dat klopt. En als je zo persoonlijk door een dal gaat, dan begrijp je inderdaad ook beter wat anderen meemaken die vergelijkbare dingen meemaken. Dat klopt, ja. Ja, het is altijd een cliché, maar kun je vergeven? Ja, je hoort me aarzelen. Ik hoorde jou aarzelen, ja. En dat verbaast me op zichzelf wel. Ja. Als ik dat mag zeggen. Ja. Nou kijk, ik kan vergeven. Maar hier moest eerst een andere stap gezet worden. Die is gezet. De stap van protest en verzet. En van de kerkenraad die nu terugkomt met een excuus. En dat alles maakt dat ik die weg van de vergeving ook kan gaan. Ja. Ik wens je daar veel geluk bij. Ik denk dat het gesprek niet makkelijk is geweest. Ik dank je voor je openhartigheid. Ik dank u voor het kijken. En ik zou tegen jou willen zeggen, Bram, onthoud vooral de goede dingen. Die geven het leven kleur en fleur. Ga ik doen. Ik wens je daar veel geluk bij. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.